Ik beschrijf in het boek het hele proces van script schrijven, van financiering. Ik bedoel, als ik al iets eerder geweten had hoe een goede financiering in elkaar stak of ja, wat er allemaal op een set mis kan gaan, nou, dan kan je altijd je voordeel mee doen. En dat kan je een hoop geld schelen en een hoop ellende besparen. Als ik in bad ging liggen, moest ik topless. Maar ja, dan kom je weer op die borsten. Die borsten drijven, die gaan niet onder het schuim. Die blijven dus boven het water. Dus dan moesten ze altijd, omdat ik ook vrij klein ben, dus kort van lengte, moesten ze altijd zandzakken en allemaal dingetjes in het badkuip leggen, zodat ik niet helemaal met mijn hoofd zou verzuipen en dan alleen maar met die borsten omhoog zou gaan. Dat is allemaal een heel ingewikkeld verhaal, maar het is heel simpel. Borsten blijven drijven en moest altijd veel aan te pas komen om mij een beetje enigszins flatteus in beeld te brengen terwijl je in het badje ligt. Ik wou het een beetje kuis opname maken, dus ik dacht van nou lekker veel water erin en dat de borsten net onder water zijn. En, maar ja, maar dat lukte maar niet, want ja, de borst van Tatjana die bleef maar naar boven drijven. Dus toen hebben we nog even overwogen om het met tape haar borsten vast te plakken. Maar ja, dat hebben we toch maar niet gedaan en ja, dat is ook een beetje raar. En, dus het zit er nou in zoals, ja, we hebben er eigenlijk verder niks aan gedaan. Wat maakt hem zo'n goede regisseur volgens u? Ja, omdat hij zo perfect weet wat hij wil en wat hij technisch ontzettend goed is. Ik denk dat er weinig regisseurs in Nederland beter zijn dan hij qua de technische kant van het draaien. En hij heeft steeds beter geleerd om met acteurs om te gaan. Kijk, op een gegeven moment moet je aldoende leren. Dus ik heb al filmmakend heb ik een beetje geleerd. En ik had graag zo'n boek als ik geschreven heb. Dat had ik graag vroeger gehad.